Dat gaan we maar niet tegen ze zeggen. Super hoog dus. Wow. En hij wiebelt echt super erg. Ja, nonnen erg zeg. Kijk dan hoe eng. En daar is de brug. Ik krijg bijna een hartaanval daar. Springen. Ik ben echt kapot. Ja. Het is hier nat. Om van te genieten gewoon. Kanonnen, wat hoog hè. Maar wat ga ik jullie niet vertellen? Natuurlijk wel. We zijn vandaag op vakantie in Oostenrijk. En we zijn met hele zonnige gast, namelijk Roos. En mijn vader. Hoi. En Ronald en Ruben. Zullen we beginnen met de buiten? Oké, we gaan eerst even naar buiten. Je hebt mooi uitzicht op de bergjes. Ja. En hier kan je mooi zitten. En hier... Gaan we naar de woonkamer en de keuken. Dat is de slaapkamer. Zo en een tv. En een eetkamer. En hier. En dan hier is onze kamer. Ja, deze voor mij. Daar slaapt Roos. En deze appa. Daar slaapt Roos. Daar slaapt. Deze mij. Ja, hier slaap ik. Hier slaapt Roos. Daar slaapt Ruben. Oké, laten we doorgaan naar de badkamer, Roosje. Oké. Wow, kijk dan hoe cool het is. En deze douche. En ja. Deze en deze. Hele mooie douche. En deze en deze. Ja, en hier allemaal handdoeken en ook nog een verwarmingje. Ja. Daar een kastje nog. En hier. Dan gaan we door. Hier is Ruben. Hier is Ronald. Ja, heb je onze kamer gezien? Hier is ja. Mijn papa. Ronald en mijn vader. En zijn er hier ook nog buiten? Balkonnetje. Maar het is best groot trouwens. Oh, hier is die opa. Malika. Oh, wow. Zie jij wat ik zie? Ja, over op het dak. Ga maar. Voor vlog, is wel leuk. Ja. Op het dak. Op het dak. Op het dak. Als papa, kijk eigen... dat wel. Papa. Snel, snel, snel. Papa. Papa. Hij zit lekker zacht. Hij staat gewoon op het dak. Papa! Oh, hier kan je papa! Ook... Oh, kijk! Hier kunnen onze vaders ons begluren naar onze kamer. Papa. Oh. Dat gaan we maar niet tegen ze zeggen. Papa! Nou, het is echt papa, een super coole kamer. Dit is papa, dus ons appartement. We gaan deze week nog hele leuke en bijzondere dingetjes doen. En kijk wat ze hier hebben. Mijn kaart staat er toevallig tussen. Iedereen is ook echt fan van mij, hè? Mooi uitzicht. Ja, dit is dus ons huisje. Super cool. The next day. Nou, het is vandaag de volgende dag en we gaan vandaag over deze brug heen lopen. Kijk, daar gaat het treintje te vallen. Je gaat met het treintje omhoog en dan ga je de brug. En, Roosje, zin in? Ja! En daar gaat het treintje. Het is echt super cool. Kijk hoe hoog het is. Het is 110 meter hoog. Super hoog dus. Het is de langste loopbrug van de wereld en de hoogste brug van Europa. Echt super cool. En daar gaan wij straks op. Nou, Ruben en Roos zijn lekker aan het sproeien. Tot er iemand komt en dan wordt hij lekker nat. Oeh. Oh. Ruben. Zwak het hier meneer nat. Nee. Super cool. Nou, en we gaan nu met het treintje naar boven toe. Zo. Gezondheid. En ik heb er echt super veel zin in. Let's go! We gaan nu in de lift en we gaan nu naar boven. Die starttaste. Thank you.
nu een kabelbaan, die gaat helemaal daarheen. Kan je naar beneden vliegen in een soort harnas? Ja, dat is echt cool. Kijk, we zijn er bijna. Daar is de hangbrug, daar is nog een mooi kasteeltje. Laten we eerst even naar de hangbrug gaan. En dan gaan we daarna verder kijken wat er verder is. Maar deze kan ook nog schieten naar Duitsland. Hoorwerk met kaas. Maar een vogel beetje bang. Een vogel beetje bang. Ja. Wow, kijk dit dan. Dit is allemaal van vroeger. Ik kan het niet lezen, want het is Duits. En hier kan je een filmpje kijken. Wow, speer. Wow, dat is echt cool. En kijk, dit. Dit was iemand van vroeger. Mooi, Lars? Ja. Super mooi. We zijn nu bij de brug en dan gaan we nu overheen lopen. Super hoog en cool. Wow, kijk, hier is dan de brug. Ja, het is wel echt druk. Wel echt super hoog en cool en eng. Nou, hier is dan de brug. Het is echt super mooi. Echt, echt, echt heel hoog. Wow, kijk dan die brug. Echt mooi. Hij is echt heel erg hoog. Het is ook wel heel erg druk, dat wel. En we gaan nu op deze brug. De langste brug van de wereld en de hoogste brug van Europa. Nou, we zijn nu op de brug en hij wiebelt echt super erg. Dat is echt eng. Oh my god. Jullie zien het niet op camera, maar hij wiebelt, dat is echt niet normaal. Dat is ook zo druk. Oh my god. Dit vind ik eng. Kijk hoe hoog we zijn. Wow, kijk dan hoe hoog we zijn. Ik vind het eigenlijk echt super eng. Dames en heren, kijk dan hoe hoog het is. Het is echt super eng. En deze brug, die wiebelt echt kanonnen erg, zeg. Kijk, we zijn 110 meter hoog. En kijk dat kasteel dan. Blijf je bij er? Het is echt super cool. Nou, we zijn nu op het middenpunt, 110 meter hoog. Kijk dan hoe eng. Ik vind het wel echt heel erg eng. Maar ook wel cool dit. Kijk hoe mooi dat uitzicht is dan. A few inches later. Kijk, zo hebben ze het gebouwd. Echt super cool. Gewoon met het touwtje hier ook. Echt eng. Ik vond het nu al eng, maar die mensen. Wow, kijk dan mooi. Echt een prachtig uitzichtje. En hier ook. Ik kan helemaal ver vooruit kijken. Daar een kasteel. Daar gaat dan de lift en daar is de brug. Vind je het leuk, Roos? Ja! We zitten hier nu gezellig even met z'n allen te chillen. Even mooi van het uitzichtje genieten. En dan gaan we straks weer teruglopen. Ja, ja. En zometeen dan gaan we naar het kasteel. En daarna gaan we met die andere soort ding waar we net omhoog zijn geweest, gaan we weer omhoog. Ja. Naar het andere kasteel. Super veel zin in. En daar zie ik ook een vlag. Daar gaan we straks naartoe. Ja, daar gaan we straks naartoe. Daar ook een vlag! Ja, daar ook een vlag. En we gaan nu terug naar de andere kant van de brug. Ja, en ik vond het een beetje spannend. Ja. Want het was echt super hoog. Als je naar beneden keek, oh, je krijgt bijna een hartaanval daar. We gaan nu nog een keer van de brug. Springen? Nee, niet. Lopen. Kijk eens, engeltje. Een engeltje. Nou, we zijn nu nog een keer op de brug. We zijn nu terug van de hangbrug en we gaan nu even bij het kasteeltje kijken. Oh, een heel eind naar boven lopen. Pff, eng. Ik wou dat ding net zo klaar was als Roos, werd ik ook getild. Ja, ik ook. Nou, we zijn er bijna. Ik ben echt kapot. Het is echt super stil stukje. Nou, we zijn nu in een soort grot. Het is hier nat en koud. En koel. En er vallen af en toe wat druppels op je. Wow, kijk eens hoe mooi dit is. Kijk jullie huid.
Blijf maar even bij papa, ja? We zijn nu bij het hoogste punt van de brug. En kijk dan hoe cool. Moet je wel kijken. Niet zitten dan in een hoog. En kijk dan dat kasteel. Mooi en oud. Hij is volgens mij bommen op afgeschoten of zo. Nou, we gaan hier naar boven. En dan gaan we naar nog een kasteel. We zitten hier lekker met z'n drietjes te liggen en lekker te genieten van het uitzichtje. Het is toch helemaal top dit. Ja, dit is toch genieten joh. Ja, Oostenrijk is echt een supermooi land. Mooie bergjes. En in de winter kan je hier lekker skiën. Net als de skivlogs. Die moet je ook zeker kijken. Kijk dan hoe mooi deze draak is. Goed, een plantje uit en hierboven op de draak. En hier is ook weer een kasteeltje, maar deze is niet zo groot en bijzonder. Kijk dan hoe mooi dit uitzicht is. Echt super mooi. Perfect. Om van te genieten gewoon. Nou, dit was het einde van deze video. Ik vond het super leuk. Hier kan je nog even de brug zien. 1,10 meter hoog. Zo, kanonnen, wat hoog hè. Daar heb ik gewoon op gelopen. Super eng. Nou, ik vond het super leuk. Wat vond jij ervan? Ik vond het ook super leuk. Wat vond jij ervan, Rus? Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk. Ik vond het heel angstig. Heel angstig was het. Ja. Ja, dat was heel angstig. Dit was het einde van deze video. Geef een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal. En als je abonneert, moet je op bellen klikken. En als je bellen klikt, moet je op alles klikken. Ja. Later. Doei.